crisis is een enorme klap voor de bloemenhandel. Een sector die enorm groot is in onder andere West-Friesland. De handel is nagenoeg stil komen te liggen. En de vraag is hoeveel kwekers deze periode kunnen overleven. Alles wordt op slot gezet, dus er loopt niks weg. We hebben gewoon geen werk. Er kan niks meer naar Frankrijk. We krijgen niks meer naar Zwitserland. En zo, ja, het is gewoon triest. Behalve tulpenkweker is Niels Kreuk ook bestuurslid van de overkoepelende Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. Ook van collega's in de regio hoort hij zorgelijke verhalen. Je moet eigenlijk in 4 maanden tijd moet je geld verdienen. Ja, en als daar nu zomaar 6 tot 8 weken tussenuit valt, nou ja, dan kun je het drama wel redelijk beschrijven, denk ik. Bent u bang dat heel veel kwekers dat niet aankunnen? Nou, ik hou mijn hart vast, ja. Of iedereen opgewassen is tegen dit geweld, ja. Dat vraag ik me werkelijk af. Ook de Zwaagse kweker Pieter Berenpoot kan erover meepraten. Voor hem dreigt een enorme financiële strop. We hebben nu 70.000 kamillen rijp die oogstbaar is. Dus eigenlijk zitten jullie voor de komende week met een overschot van 70.000 planten? Dat zou nu zeg maar in 10 dagen weg moeten gaan. En dat is nu uitzichtloos, we weten het niet. Via een oproep op Facebook en een kraan bij de kwekerij probeert hij nog zoveel mogelijk bloemen kwijt te raken. Al zal dat nooit genoeg zijn. Ja, niet leuk dat zo moet. Dat je het zo probeert toch maar te verkopen omdat het anders de container in gaat. Ik vind het een leuk initiatief. Leuk, ja, het is natuurlijk helemaal geen leuke omstandigheid. Dus ik dacht, ik fiets even door en neem een bosje mee. Voor de rest proberen de kwekers zoveel mogelijk te besparen op de kosten. En dat betekent onder meer dat er flink wordt gesneden in het personeel. De regering heeft natuurlijk een hele mooie steunmaatregel afgekondigd. Dat is echt te prijzen. Maar dat betekent wel dat een bedrijf in de kern wel gezond moet zijn. Want anders dan red je het gewoon niet. Ik heb ook afgelopen zondag gezegd tegen een aantal mensen van, sorry. We gaan proberen met minder mensen hetzelfde werk te doen. Of af en toe wat minder werk. Hè? Want bloemen die we op voorhand niet kunnen verkopen, gewoon meteen storten. Minder kosten maken en proberen de tering naar de nering te zetten. Maar het is niet makkelijk.